Welkom bij Studio Erasmus, de podcast. Dit keer een speciale editie in samenwerking met de Rotterdam School of Management. We gaan het hebben over leiderschap in crisistijd. Akelig actueel nu, natuurlijk met de coronapandemie en een op handen staande financiële recessie. Ik ga erover hebben hoe dat is om het hoofd koel te houden als bestuurder. Met twee bestuurders die hun spoor hebben verdiend. Ik doe dat met Hans Smits. U bent bij velen bekend als de topman van het havenbedrijf Rotterdam. En nu, voor heel eventjes nog, want binnenkort komt daar een einde aan, bent u voorzitter van de Raad van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Ook aangeschoven is Feike Siepersma. Velen kennen u als topman van DSM. Maar nu vooral in het nieuws de laatste tijd als speciaal gezant van het kabinet in tijden van corona. Komen we straks over te praten. We gaan het hebben over leiderschap. Eerst even naar de actualiteit. Meneer Smits, een paar dagen geleden maakte u kenbaar dat u ermee gaat stoppen. U gaat het stokje overgeven. Ik vroeg me af, het was voor u een interim functie. U kwam uit de Raad van Toezicht. Ik heb begrepen dat u niet terugkeert naar die Raad van Toezicht. Is dat omdat u uzelf niet wil controleren of gaat u hele andere dingen doen? Nee, ik was inderdaad in de Raad van Toezicht ook bij wijze van interim benoemd, omdat de voorzitter helaas ernstig ziek werd, maar eigenlijk, ik zat er nog geen maand en toen vroeg men mij om toch af te dalen naar het college van bestuur. En in bedrijfsleven heb je gedelegeerd commissariaat, dan blijf je als het ware lid van de raad van commissarissen en ga je wel je bezighouden met de onderneming, veel meer. Dat is niet mogelijk bij de universiteit, dus je moest uit de raad van toezicht, nou dat heb ik gedaan. En dat betekent dat de Raad van Toezicht nu ook op volle sterkte nu is. Er zijn 3 nieuwe leden benoemd, inclusief de voorzitter. Het zijn 5 leden, dus er is ook geen rekening mee gehouden. Ik stop gewoon 17 juli, dan zit mijn taak erop. Dat is nog een ruim anderhalve maand nu. Wat is het belangrijkste wat u nog voor elkaar wil boksen in die anderhalve maand die nog gaat komen? Nou, in ieder geval is het zo dat we natuurlijk heel druk bezig zijn. Niet alleen na te denken over tot 1 september, want daar zijn we operationeel enorm druk mee bezig. Maar ook vooral, hoe gaat het academisch jaar 2021 eruit zien? En dat doen we met een heel team. En ik denk dat we voor de zomervakantie wel daar ook alle belangrijke besluiten over hebben genomen, hoe dat eruit gaat zien. En daar komen we misschien nog over te spreken, maar in ieder geval, dat beschouw ik dan als een afronding van mijn interim taak. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Lijkt me een goed idee. Meneer Siepersma, u bent ook veel in het nieuws de laatste tijd. Meer als ooit eigenlijk, als speciaal gezant van het kabinet. U bent ruim 2 maanden alweer geleden aangesteld. Toen was uw eerste taak was ervoor te zorgen dat de testcapaciteit in Nederland op orde kwam. Toen u aantrad, toen was eigenlijk nauwelijks, zou ik bijna zeggen, testcapaciteit. Inmiddels kan iedereen de teststraat inrijden en dan kan iedereen in Nederland zich testen. Het lijkt me een felicitatie waard eigenlijk wel. Nou, dank u. Ja, ik kan moeilijk mezelf feliciteren, maar ik feliciteer eigenlijk samen met u Nederland. Want inderdaad, toen ik 2 maanden geleden begon, toen waren we al een maand onderweg met de coronacrisis. Maar we deden nauwelijks testen eigenlijk. We zaten met minder dan 2000 testen per dag. En we hebben de capaciteit opgevoerd naar meer dan 30.000 testen per dag. Dat betekent 1 miljoen Nederlanders per maand. En in de winter straks 2 miljoen Nederlanders per maand, zo'n beetje. En dat is heel plezierig dat we dat kunnen. Want als je niet weet wie er eigenlijk besmet zijn en geen duidelijk dashboard hebt, is het moeilijk om te sturen. Dus gelukkig kunnen we nu iedereen testen en iedereen die positief getest is, direct vragen om zichzelf te isoleren en niet in contact te komen met anderen. Ja, nou 2 maanden geleden zag het er natuurlijk heel anders uit. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Wat zijn de belangrijkste stappen of drempels die u over bent gegaan in dat proces? Nou, Nederland heeft een heel gedecentraliseerd en polderachtig landschap op allerlei terreinen, maar ook op het terrein van diagnostiek. Dat betekent dat VWS en de minister en het kabinet mij heeft gevraagd om te helpen. Maar VWS ook niet alle laboratoria controleert, of eigenlijk geen één zelfs. En daar probeert te coördineren. Dat betekent, we begonnen met 3 laboratoria, toen 30 laboratoria, toen 50 laboratoria die kunnen testen. Dat zijn allemaal onafhankelijke instellingen. Die proberen we allemaal op hetzelfde IT-systeem te zetten.
kijken welke machines ze hebben. Die hebben allemaal weer verschillende machines. Kijken wat voor voorraad er is. Dat moet allemaal weer in een centraal systeem. En vervolgens proberen bij leveranciers meer testen te krijgen. En dat langzaam op te schalen. Dan proberen we nog ook de swaps te krijgen. Dat zijn die staafjes die je in je neus moet stoppen of in je keel. Want er waren ook te weinig van. En vervolgens moet je ook nog een keer de GGD-test laten maken waar die fysiek kunnen afgehandeld worden. En tenslotte ook de tracing. Want het is mooi als ze weten dat jij misschien positief besmet bent, maar met wie was je dan in aanraking? Nou, dat was een heel gedoe. Met name omdat het een heel decentraal systeem is en een decentraal gebeuren. Dus om daar één beeld voor Nederland voor te krijgen, dat was een behoorlijke uitdaging. Met heel veel laboratoria, machines, testen, swaps, straten enzovoort. Uiteindelijk is dat toch gelukt in wat ik noem een goede samenwerking met de verschillende laboratoria en testgebeuren. Dus nog meer dat decentraliseren en het gelijk trekken was misschien nog een grotere uitdaging dan puur ervoor te zorgen dat we die feitelijke test naar Nederland konden halen. Ja, het halen van de testen naar Nederland was een uitdaging, maar als je ook niet precies weet hoe precies je voorraden zijn en wie wat wanneer waar gebruikt, omdat het decentraal is, is dat een extra uitdaging om een goed beeld te hebben waar we eigenlijk staan. En het lijkt van de buitenkant, dat dacht ik ook de eerste twee dagen, hoor, heel simpel. Vragen een paar mensen en die bellen wat en die inventariseren en dan weten waar we staan. Maar als je dan hoort dat we allemaal verschillende machines hebben en op die verschillende machines voor verschillende testen draaien en verschillende codering hebben en dingen verschillend noemen, dan heb je, voor je het weet, een geweldige spraakverwarring. En dan weet niemand nog steeds wat het totale overzicht is. En met dat niet totale overzicht moet je dan naar leveranciers en zeggen, ik heb ook niet helemaal scherp, maar doe even meer. Van wat dan precies? Dus dat is enorm complex gebleken. Veel complexer dan ik misschien in het begin dacht. Heeft u ook wel eens getwijfeld of het goed zou komen in die zin? Oh ja, zeker. Natuurlijk, je zet je in en je gaat ervan uit, dit gaat ons lukken. Maar ik vond het niet simpel. Het lijkt een simpel probleem, maar het is niet simpel gebleken. Ja, aan de andere kant, als ik dan nu terugkijk en we kunnen nu we bezig zijn met de exit van de lockdown, waarin we toch een risico lopen dat we het virus weer verder gaan verspreiden en dat we hopelijk niet, maar toch een risico lopen op een tweede lockdown of een tweede golf, dat we dan op dat moment iedereen in Nederland die enige vorm van klachten heeft kunnen testen. Ja, daar ben ik wel blij mee dat is gelukt. Nou, dat is een eerste succes, mogen we zeggen. Een succes waar u niet heel lang van kunt genieten, moeten we ook zeggen. Want meneer Rutte heeft u alweer opgezadeld met een nieuwe vraag. U gaat ervoor zorgen of proberen te zorgen dat mocht er een vaccin komen, dat het dan in ieder geval vrij snel ook voor Nederland en een paar andere landen, in ieder geval de Europese Unie, beschikbaar wordt. Ja. Komen we misschien straks over te spreken, graag. Laten we eerst nog even naar de economie gaan. De economie, want die heeft het zwaar. De economen die verschillen een beetje in hoe zwaar het gaat worden. Maar het IMF heeft het bijvoorbeeld over een krimp van Nederland, de economie van 7,5%. Wat echt enorm fors is. In het verleden heeft u allebei aan de leiding gestaan tijdens de vorige recessie in 2008 van een internationaal bedrijf. Heeft u ook met een recessie te maken gehad? En ik vroeg me af, hoe is dat als dat ineens op je afkomt, die onzekerheid? Meneer Smits, om met u te beginnen. Ja, ik zat toen natuurlijk bij de haven, toen de crisis ontstond. En laten we niet vergeten dat dat een van oorsprong een financiële crisis was. En die sloeg over uiteindelijk in een ernstige economische crisis. Waarbij zeg maar, de kwetsbaarheid van de hele financiële sector en de halve economische sector überhaupt heel groot werd. Dat bleek uiteindelijk. Dus er moest ongelooflijk veel gebeuren om dat te verbeteren. En dat heeft heel veel tijd gekost. Dus het herstel uit die crisis heeft jaren gekost. Voordat nu, en dan kom ik op de huidige crisis, dat is eigenlijk een gezondheidscrisis gebleken. Die is overgeslagen door alle maatregelen die moesten worden genomen naar een economische crisis. Maar wel in een hele andere situatie. Met overheden, althans een groot aantal, die financieel veel beter voorstaan.
bedrijfsleven die er financieel veel beter voor staan en de banken ook veel beter. Dus ik moet zeggen, ondanks wat u noemt, die negatieve percentages van min 6-7% economische groei, die overigens het dubbele zijn van de voorspellingen toen der tijd, toen die economische of de financiële crisis ontstond, ben ik zelf, hoewel ik geen econoom ben, ervan overtuigd dat het herstel in de basis, in de kern, sneller zou kunnen gaan gebeuren. Als wij het gezondheidsvraagstuk onder de knie krijgen en dan niet echt tweede golven komen, en ik heb daar alle vertrouwen in eerlijk gezegd, dat dan het economische herstel wel eens wat sneller zou kunnen gaan, dat was dus mijn opvatting, dan toen der tijd het geval is. Want we hadden een hele gezonde economie, los van het feit dat de wereld er blijvend anders zal gaan uitzien, maar daar komen we misschien nog over te spreken. Maar zo, en ik heb dat ervaren toen bij de haven als, hoe moet ik het zeggen, iets wat je ook wel een beetje, hoe gek het ook klinkt, ook wel gewend bent. Wat in vervoer, in logistiek, of het nou luchtvaart is, of het nou wegvervoer is, je hebt daar 7 magere en je hebt daar 7 vette jaren en dan weer magere enzovoort enzovoort. Het blijft altijd gekenmerkt door ups en downs. Zij dat dit een hele grote down was. Maar de haven heeft zich daar toen uitstekend in hersteld. En we zijn doorgegaan met het blijven investeren in het havencomplex. En de Maasvlakte 2 is daar natuurlijk een heel voorbeeld van. Maar wat zijn dan toch, want het lijkt me toch onzeker. Er komen krachten op je af waar je iets mee moet. Maar wat is dan het moeilijkste als bestuurder op zo'n moment? 1. Om heel goed met elkaar te praten. Dus in zo'n havencomplex met het bedrijfsleven, met de vakbonden, met alle overheden. En daar waar nodig maatregelen te nemen. En dat doe je dan. Dat is heel belangrijk. 2. In een crisis is communicatie. En het nadenken over de verwachtingen bij al je relevante stakeholders is essentieel gebleken. Dus daar moet je extra op letten. En ja, daar waar nodig natuurlijk ook heel goed kijken naar de menselijke factor. En dan heb ik het in het havenbedrijfsleven natuurlijk niet over die hele grote ondernemingen, maar ook vooral over het hele midden- en kleinbedrijf, alle toeleveranciers enzovoort. Dat zie je nu weer, wederom, ook bij het havencomplex. En om daar heel goed naar te kijken en daarmee rekening te houden. Maar ik moet zeggen, als er een crisis is, ontstaat er ook saamhorigheid en solidariteit. En dan kan onze polder, zoals Feike ook zegt, kan heel veel. En als je dan in dit geval, ik geef dan toch Feike een compliment, als je dan iemand hebt met zijn natuurlijk gezag, uitstraling en ervaring, ja, dan sluit die polder zich toch zodanig dat we veel meer kunnen dan we dachten. En ik had vanmorgen een presentatie van een van de bedrijven die bezig is zo'n vaccin te ontwikkelen. En die vertelde dat wat we normaal in 12 jaar doen, zijn we nu mee bezig om dat in 12 maanden te doen. Nou ja, dat geeft al aan hoeveel we met elkaar kunnen als die saamhorigheid en die samenwerking er is. Is dat iets wat u ook herkent uit uw tijden? U zat bij DSM tijdens de vorige recessie. Merkt u dan ook saamhorigheid? Of blijft het aan de top toch altijd een beetje eenzaam? Omdat je misschien ook na moet denken over reorganisaties en... Beide. En ik herken heel erg sterk wat Hans Smit zegt. Heel sterk. Tijdens die crisis toen, was ik net CEO, 3/4 jaar, in 2007. En het ging natuurlijk razendsnel, heel erg slecht. Ik dacht even, ik word de kortzittende bestuursvoorzitter van DSM. In ieder geval 1 record op mijn naam. Uiteindelijk de langzittende, maar dat wist ik toen ook niet. omdat het enorme impact had op ons bedrijf. En wat we snel gedaan hebben, enerzijds maatregelen nemen om kosten te besparen en de crisis het hoofd te bieden. Maar anderzijds hebben we gezegd, een aantal dingen gaan we niet aankomen. En dat is de toekomst van het bedrijf. Dat is innovatie, dat is investeren in R&D, dat is investeren in nieuwe producten enzovoort. Dat gaf intern ook wel wat spanning. Bepaalde sectoren van het bedrijf zijn uitgezonderd van grote bezuinigingen en bepaalde sectoren niet. Dus het is niet gelijke monnik gelijk kappen. Nee, klopt. We differentiëren. En ik hoor Hans dat ook zeggen. De toekomst van het havenbedrijf, daar bleef hij in investeren. De toekomst van DSM, daar bleven we in investeren. Ik denk dat we in de toekomst van Nederland ook in deze crisis moeten blijven investeren.
En dat het heel gevaarlijk is en heel verleidelijk om in een crisis de kind met het badwater weg te gooien en je toekomst daarmee weg te gooien, omdat je zo onder druk staat. Dat is het eerste wat je beleidsmatig voor moet waken, dat je dat niet doet. En het tweede, dat deel ik ook met Hans, heeft alles te maken met communicatie. Hoe meer druk erop je staat, misschien ook wel hoe meer onzekerheid je hebt en hoe meer dingen je niet weet, hoe toch meer je moet communiceren. Dat gaf intern ook wel eens discussies. Ga je nou communiceren, ook naar je mensen en naar de buitenwereld, de binnenwereld, maar feit je weet niet op alle vragen antwoord. Ik zei, dat weet ik. Ik weet ook niet op alle vragen antwoord. En toch ga communiceren en ik ga duidelijk maken op welke vraag ik wel het antwoord weet en op welke vraag ik niet het antwoord weet en op welke vraag ik opties zie. Om de mensen intern en ook extern, aandeelhouders, media, de mensen, je klanten enzovoort, zoveel mogelijk mee te nemen in je proces. En ik denk, hoe onzekerder het is misschien de neiging om even je schulp te kruipen en even af te wachten en even een tijdje, een paar maanden radio stilte. En dat hebben we juist niet gedaan. Ik hoor Hans dat ook zeggen. Ik denk dat dat met name in een crisistijd heel erg belangrijk is. Ik denk ook dat je ons kabinet dat ziet doen. Met regelmatige updates. En ik denk dat dat van belang is. En is dat iets wat u door in de loop der jaren heeft geleerd? Is dat ook iets wat misschien een ware leider kenmerkt? Is dat een karaktereigenschap? Dat goed communiceren op zo'n moment? Ja, het is communicatie als leider is ontzettend belangrijk. En ook de dingen te delen die je niet weet of waar je onzeker in bent. En ik vind het ook mooi dat Mark Rutte een paar keer heeft gezegd, ik moet 100% van de besluiten nemen met 50% van de informatie. Dat is ook zo, vaak in een crisis. En leg dat dan uit, ook aan de bevolking of aan je bedrijf of aan het havenbedrijf of wat dan ook. Het andere is, wat ik heb geprobeerd, is toch ook je intuïtie en je gut feel te gebruiken. Ik ben wel af en toe geconfronteerd ook door mijn eigen mensen soms. Die zeggen, we moeten dit doen en we kunnen niet anders. En met name als het iets is wat niet goed is of niet fijn voelt, dan zeg ik, hoezo kunnen we niet anders? Feit, we hebben alles geanalyseerd, het kan niet anders. En dan denk je, ja. Dat wil ik het toch wel even challengen en even begrijpen. En als het tegen mijn eigen gevoel ingaat, dan ben ik allergisch voor het kan niet anders. We moeten gekke dingen doen, maar het kan niet anders. Nee, dat moeten we helemaal niet. Tuurlijk kan het anders. En dan moet ik dan maar uitleggen waarom. Ja. Ze zeggen ook wel eens, u zegt zelf, bepaalde dingen van het bedrijf, die koers gaan we recht houden. Je hebt zelfs ook een paar optimisten die zeggen van, in de crisis biedt juist kansen ook. Ziet u kansen op dit moment, meneer Smits, voor bepaalde sectoren? Of? Jazeker. Laten we er een paar noemen. In ieder geval het hele thuiswerkvraagstuk. Ik verwacht dat bedrijven, een van de grote banken hoorde ik, die heeft nu gezegd, alle medewerkers blijven 2 of 3 dagen per week thuiswerken. Want we kunnen eigenlijk veel meer vanuit die positie en ons hele functioneren als bank heeft daar nauwelijks onder geleden. Dus daar zie ik een fundamentele verandering in de relatie tussen op kantoor zijn, thuis, en dan is dat is één. En dan twee. Sorry dat ik u onderbreek. U zegt fundamenteel, dat betekent ook een blijvende verandering. U denkt echt dat we die... Ja, dat geloof ik echt. En dan komt natuurlijk direct de tweede uitdaging. Hoe kan je toch, ondanks die nieuwe werkelijkheid, de sociale cohesie tussen mensen, motivatie, teamwork enzovoort in een onderneming of in een organisatie toch waarborgen. Want dat is natuurlijk essentieel. Er zijn creatieve processen in bedrijven, die moet je in teamverband vaak doen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kan niet alleen maar als je alleen achter een laptop zit, wel iemand die een artikel moet schrijven, zoals op de universiteit, maar in het bedrijfsleven bijvoorbeeld niet. Dus dat vind ik een tweede uitdaging. 3, we hebben natuurlijk de uitdaging die Feike ook beschrijft, door blijven investeren. Het kabinet kwam met een groeibrief voordat de crisis uitbrak. Een hele goede brief, vind ik, maar die moet een follow-up krijgen. Dus de uitdaging is om die groeibrief nu echt in te vullen en versneld investeringen te doen. 4e uitdaging, blijkbaar kan het, dat alhoewel ik een groot voorstander ben van polderen, blijkbaar kan het toch ook
dat we het veel sneller doen dan we deden. En vanuit mijn ervaring heb ik altijd gevonden, en vind ik nog steeds, dat het uitvoerend vermogen van onze samenleving te gering is. Te gering. En dat we dus de moed moeten hebben om bochten af te snijden op een verantwoorde wijze. Het kan dus blijkbaar, als je dat nu ziet, en wat in feite Siebes maar gedaan heeft, en waar die leiding aan geeft. En dat zou veel meer usual practice moeten worden. En dat is het nu niet. En ik hoop, en dat vind ik ook een uitdaging, dat we dat met elkaar onder ogen durven te zien. En dus een aantal dingen vereenvoudigen. Laat ik bijvoorbeeld ook een ander voorbeeld noemen. Want ik ben ook nog aandeelhouder van een bouwbedrijf waar ik 6 jaar leiding aan heb gegeven. Neem de woningbouw. We hebben woningnood. Die neemt elk jaar nog toe. We vinden dat dat moet opgeheven worden. De woningbouw en de bouw in Nederland zorgen voor 0,5% van het bruto nationaal product. Maar we zijn niet in staat, qua procedure, qua besluitvorming, gemeente, provincie, rijk, om daar een versnelling aan te geven. Want dat geeft een enorme impuls aan de economische groei die we juist nu zo nodig hebben. Nou, dat zijn wat uitdagingen. Ik zou nog wel een tijdje door kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Maar er zijn zoveel uitdagingen. Maar dit zijn een aantal belangrijke die ik vind dat we die moeten oppakken. Ja, ik ben het eens, als ik in mag springen. Jazeker. Op wat Hans zegt. Kijk, enerzijds is zo'n crisis stay in the course. Hou je koers recht en probeer met de onrust en de dingen die om je heen zijn om te gaan. En probeer de toekomst van je bedrijf of je instelling of je land in de gaten te houden. Anderzijds probeer ook veranderingen en vernieuwingen aan te brengen. En zo'n crisis daar ook voor te gebruiken. Het lijkt er soms op dat we allemaal zo snel mogelijk terug willen naar een heel ver punt in de historie. En dat is januari 2020. Toen alles nog normaal was. En ik denk dat we moeten waken dat we niet de grote restarts doen, maar dat we een reset doen op hetzelfde moment. En wat bedoel ik dan met die reset en dingen die Hans ook noemt? Ik denk dat we, als we nu toch veel bedrijven gaan helpen enzovoort, dan moeten we ze ook helpen om te verduurzamen. Dit is het punt om klimaat steviger aan te pakken en niet nu verder te parkeren. We gaan heel veel overheidsgeld ergens instoppen in de economie, in bedrijven enzovoort. Nou, voor een deel voor de restart, prima. Maar voor een deel ook voor de reset. De toekomst, klimaat, duurzaamheid, ongelijkheid en dat soort dingen. Maar ook is gebleken dat er een hele tweede groep adopters is gekomen van online shopping. Die niet de early adopters waren, maar mensen die dachten, nou, het is toch vrij complex. Ik ga wel naar de winkel. Die mensen zijn nu door kinderen en kleinkinderen geholpen dat ze dat toch kunnen. En denken, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Ik kan het eigenlijk zelf ook wel. Dat betekent dat we moeten nadenken. Hey, betekent dit iets voor winkels? Betekent dit iets voor online shopping? Gaat de wereld veranderen? Hey, kunnen bedrijven toch misschien minder vliegen en meer via andere meetings samenwerken? Niet geheel, maar wel een beetje. Dus er zijn veranderingen. En ik wil één groot compliment geven aan Hans en aan iedereen die met het onderwijs te maken heeft gehad de afgelopen periode. We hebben wel eens vaker gesproken over digitalisering van het onderwijs richting 2025 en 2030. Heel ambitieuze plannen en heel complex om mensen ook thuisonderwijs te geven. En dat kan eigenlijk niet, of thuis examens af te nemen, kan ook niet. En als we zien wat we in 2 maanden gedaan hebben in het onderwijs, dat we een beeld hebben dat 80% van het onderwijs eigenlijk vrij naadloos die overgang heeft gemaakt naar thuis. En natuurlijk zijn er dingen misgegaan en bij 20% ging het niet helemaal goed en dat is niet goed. Maar dat toch zo'n groot gedeelte van het onderwijs gewoon, en ik merk het aan mijn 2 zonen die allebei, één in Rotterdam en ander in Utrecht studeren, gewoon online les kregen. Ik zie het bij de buren bij ons, waar de kinderen online les kregen. Maar ook de examens. En dan denk ik, jeetje, wat is er enorme snelheid gemaakt als het nodig is in de onderwijssector. En waarom kunnen we dat alleen in crisistijd? En kunnen we niet ook op een aantal terreinen iets meer versnelling maken en niet alleen wachten op crisissen? Ik zie u knikken, meneer Smits. U onderschrijft dit denk ik helemaal, hè? Ja, ik ben het van harte met Feike eens. En ik vond het ook bewonderenswaardig dat toen de lockdown kwam op die donderdag 12 en vrijdag 13 maart. Ik zal dat nooit vergeten, want ik was jarig. Ik werd 70 op 13 maart. Dat in dat weekend alleen
zonder dat, want we waren allemaal natuurlijk verrast en we gingen crisisteams vormen, dat gingen we allemaal doen. Dat alleen al in het weekend 500 van onze mensen naar de campus gingen, hoogleraar, docenten, om al colleges te gaan zitten opnemen. Hadden we niet eens, gewoon helemaal uit zichzelf. En als je dan ziet dat we nu, Zwijker noemt 80%, maar bij de Erasmus Universiteit praten we over 95% van al het onderwijs tot eind augustus is online. Nou, en dan de uitdaging die we natuurlijk hebben voor het academisch jaar, volgend academisch jaar, is natuurlijk toch van, en dat hebben we gezegd als universiteit, die campus blijft belangrijk. Dus, links of rechtsom, we willen die studenten, uiteraard ook medewerkers, op die campus zien. Maar het zal wel blended worden. Het zal een stukje campus zijn en een stuk online. Om de eenvoudige reden dat we zowel qua medewerkers als qua studenten dus het niet allemaal meer kunnen faciliteren, omdat we met de 1,5 meter waarschijnlijk voorlopig, misschien wel blijft, maar in ieder geval het hele academisch jaar volgend jaar te maken hebben. Dus al onze gebouwen zijn nu ingericht op 1,5 meter. Dus we zijn met een hele roostering bezig. We gaan wellicht tenten opzetten op de campus om werkgroepen te faciliteren. En misschien zelfs gaan we het bedrijfsleven in Rotterdam vragen, die hebben mij dat ook aangeboden, om eventueel ruimtes ter beschikking te stellen voor werkgroepen. Die moet je dan wel inrichten qua audio. Maar ik geef maar even aan, die uitdagingen staan voor ons, maar we gaan het gewoon met elkaar voor elkaar krijgen. Nou, en dat is bewonderingswaardig. Dat is geweldig om in teamverband met elkaar voor elkaar te krijgen. Is dat voor de universiteit nu voor het komende jaar de grootste uitdaging? Die 1,5 meter samenleving introduceren op de campus? Ja, de fysiek natuurlijk, maar ook gewoon in de hele programmering van alle studies. Bij ons op de universiteit. En die blended vorm. We zullen bijvoorbeeld voor de buitenlandse studenten gaan beginnen om eerst online. Want die mogen misschien niet per 1 september al hier zijn. En dan vervolgens naar de campus halen. Dus dat is inderdaad de grootste uitdaging om dat op zo'n manier te doen. Dat de studenten happy zijn, dat de kwaliteit van de opleidingen, niet onbelangrijk, natuurlijk up to standard blijven. En dat we op tijd de zaken kunnen afronden qua opleiding voor de studenten. Maar laten we niet vergeten, we hebben nu een aantal studenten die vertraging hebben ondervonden. Die nemen we mee, dus extra nog eens, in de periode die gaat komen na 1 september. En misschien nog last but not least, als je kijkt naar de aanmeldingen. We zien in de kranten nogal wat sombere berichten over vooral de internationale studenten. Ja. Nee, we hebben aanmelding en inschrijving. Dat zijn twee verschillende dingen. En de aanmelding, als we daarnaar kijken, we zijn als universiteit in Nederland het hoogste groeipercentage, 9% groei in aanmeldingen. En bijvoorbeeld, want we hebben het over RSM, als ik praat over bedrijfskunde RSM, is qua aanmelding een groei ten opzichte van vorig jaar van 25%. Dus dat krijgen we ook nog eens waarschijnlijk op ons bordje, dat we meer studenten in een hele nieuwe blended vorm moeten gaan onderwijzen, plus nog een aantal studenten die we van dit jaar hebben. Nou, dat is een majeure opgave. En hoe is het met een universiteit? Dat is natuurlijk een bijzonder instituut in die zin, als je het vergelijkt met een bedrijf. Er zitten heel veel bedrijfskanten aan, maar ook delen van niet. Hoe erg wordt een universiteit uiteindelijk geraakt door zo'n economische recessie, mocht die heftig zijn? Nou, in ieder geval worden we financieel fors geraakt. Dus dat is één. En dan moeten we eens kijken waar dat op uitkomt. Dat weten we natuurlijk nog niet helemaal. Ja, in de tweede plaats, met geraakt, er is enorm veel werkdruk bij onze medewerkers. De stress en de werkdruk is enorm. Dus we zijn ook aan het nadenken, we hebben daar onderzoek naar gedaan, hoe kunnen we die werkdruk verminderen? Zijn we nog niet helemaal uit, met allerlei maatregelen, nu in voorbereiding, maar dat is een hele wezenlijke, om dat tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Dat is twee. En bij de studenten, natuurlijk, dat het welzijn van de studenten, die toch een behoorlijke dip heeft nu gekregen, dat je die weer zodanig op niveau brengt dat ze graag studeren, ook naar de campus komen, goed examens doen, enzovoort, enzovoort. Meneer Siebesma, u heeft ook nog een hoop uitdagingen voor de boeg, zullen we maar zeggen. In ieder geval eentje, we hadden het er net al even over. Rutte heeft een nieuwe verzoekbeu neergelegd.
U gaat proberen om een vaccin, mocht dat beschikbaar zijn, op korte termijn ook naar Nederland te halen. U gaat daarvoor, of Nederland gaat daarvoor samenwerken met Frankrijk, Duitsland en Italië, als ik het goed zeg. Kunt u kort schetsen wat uw taak is, gewoon als Nederland of als organisatie zijnde, en wat uw exacte eigen rol daarbinnen is? Ja, kijk, een van de eindoplossingen natuurlijk voor deze hele crisis is of het virus te laten uitdoven, daar lijkt het niet op. Of medicijnen te hebben of een vaccin te hebben. En uiteindelijk is dat heel belangrijk om ook van de economische schade af te komen straks. Er zijn zo'n 175 vaccins in ontwikkeling wereldwijd. Niemand kan precies voorspellen wie daar uiteindelijk de markt op zullen komen. Het moet niet alleen werken, maar het moet ook natuurlijk uitermate betrouwbaar zijn. Want we gaan dit bij honderden miljoenen mensen of misschien wel miljarden mensen vaccineren. Dus dat moet heel goed zijn. Het lijkt wel dat er een paar bedrijven zijn die voorop lopen. Dus daar zou je natuurlijk al deals mee kunnen doen. Dus zeggen, hey, als jij gaat winnen, kan ik jou helpen om de capaciteit alvast neer te zetten. En die te gaan voorfinancieren, dat als jij het gaat winnen, dat we ook snel kunnen gaan produceren. Dat kan je als land alleen, dat heeft Amerika met name gedaan, Engeland ook, China ook. Je kan ook proberen om dat in EU-verband, of als dat misschien niet helemaal snel genoeg gaat, als een aantal landen het voortouw nemen. Wel wat we hebben genoemd een inclusieve vaccine alliance, dus andere landen kunnen opt-innen. En ook meedoen en misschien een deel zelfs commitments voor Afrika. En dat proberen we nu voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk ligt altijd dit soort dingen, de besluitvorming ligt bij het kabinet en de minister, niet bij mij. En ik noem mezelf helper, dat heb ik bij test ook gedaan, is een beetje een gek woord. Gezant klinkt misschien een beetje als een oud woord. En het woord maakt mij ook niet zo uit, maar ik probeer zo goed mogelijk de minister, het kabinet, ten dienste te staan van hey, welke vaccins zijn in ontwikkeling, welke capaciteit staan er, wat kunnen we in Nederland, wie kunnen we eventueel contracteren, kunnen we dat in samenwerking met anderen, hoe zou dat er dan uit moeten zien, enzovoort. En uiteindelijk besluit natuurlijk de minister en het ministerie, contracteert ik niet, dat zou ik niet kunnen, ook staatsrechtelijk niet. Dus ik probeer daar zoveel mogelijk in te helpen. En hopelijk, net zo'n voortgang als we met testen hebben gemaakt, maken we hopelijk op een gegeven moment vaccins. Want dat zal wel van belang zijn voor het land om uiteindelijk hier uit te komen. En kunt u ons een beetje, ik snap dat u niet alles prijs kunt geven, maar kunt u ons een klein beetje het speelveld schetsen? Want er zijn misschien, u noemt een paar, zijn het tientallen, zijn het honderden mensen? Er zijn dus zo'n 175 vaccins in ontwikkeling, ook een paar in Nederland en ook bij heel veel andere plaatsen. Er zijn misschien zo'n 10, 20 grotere spelers in dit veld die al eerder vaccins ontwikkeld hebben op andere terreinen en ook op grote schaal. Dus die moet je goed in de gaten houden, die lijst van 10. Want dat zijn gerenommeerde vaccinproducenten en ontwikkelaars. En het is logisch dat je daar misschien iets eerder naar kijkt dan iemand die het nog nooit heeft gedaan. Want de ontwikkeling van vaccin komt er veel bij kijken. Dus we zijn natuurlijk in gesprek met die 10 spelers, zonder die bij name te willen noemen. En dan vervolgens zijn we aan het kijken van, hey, waar ga je uiteindelijk het vaccin maken? Heb je die capaciteit er al? Nee. Ook waarom niet? Ja, omdat we nog niet weten of we het vaccin zullen hebben. Kunnen wij misschien helpen om daar nu al in te investeren en dat te committeren? En hoe ga je de fill en finishing doen? Uiteindelijk moet het in een ampul, in een flesje komen. Kunnen we dat ook al doen? Trouwens, heb je het glas al voor al die flesjes? Want we hebben het over behoorlijk wat flesjes die we wereldwijd zullen moeten maken. Dus we proberen om ons nu voor te bereiden samen met dat soort spelers. En we zullen waarschijnlijk als landen de komende tijd ook wat deals bekendmaken die we kunnen doen met marktpartijen om voorbereid te zijn op deze productie. Twee, proberen we in alle landen, maar ook in Nederland, voor te bereid zijn als we dan eventueel een vaccin hebben en we kunnen het ook produceren. Hoe snel kunnen we het dan goedkeuren? Want dat moet nog een keer gebeuren. Hoe snel en hoe gaan we het dan vaccineren en bij mensen
toedienen. Gaat dan via de GGD's, gaat dan via de huisarts, wat we doen. Dat we daar zoveel mogelijk op voorbereid zijn. Dus je kan een heleboel van dat soort stappen nemen. En die doen we eigenlijk zonder de firma's bij naam en toenaam te noemen. Doen we dat op dit moment. Zijn er, want je hoort Amerika en China, u zei het net zelf al, die proberen deals te maken. Hoe groot schat u de kans dat er uiteindelijk een vaccin komt, wat maar voor een beperkt aantal mensen beschikbaar is in eerste instantie? Is dat iets waar u zich zorgen om maakt? Ja, kijk, het ligt eraan hoeveel mensen we uiteindelijk wereldwijd willen vaccineren. Dat zou je in prioriseringen kunnen doen. Je zou een bepaalde groep eerst kunnen doen en dan een tweede groep en dan een derde groep iedereen. Dus daar kijken we in Nederland en ook verschillende andere landen ook naar. Hoe zou je die priorisering willen doen? Er zal niet... Kijk, op z'n allervroegst zullen we vaccins hebben aan het einde van dit kalenderjaar, het einde van 2020. Iets meer realistisch is de eerste helft van volgend jaar. En zal dat dan direct honderden miljoenen of miljarden zijn direct? Nee. En zullen dus bepaalde landen die meer gecommitteerd hebben en eerder gecommitteerd hebben, daar een voordeel mogelijk hebben? Ja, en daar moet je als Nederland en Europa ook dus niet willen achterblijven. En in die landen zou je ook weer moeten prioriseren. Dus daar krijgen we het. Dat we in één keer, als we een vaccin hebben dat werkt, van welke producent dan ook, dat we in één keer 2 of 3 miljard vaccins hebben in de wereld, dat is uitgesloten. Dus we zullen... Dat op een slimme manier moeten doen. En ja, wat ik denk is dat we, en dat proberen we ook in Europa, dat we ook nauw met elkaar kunnen samenwerken. Wat ik wel heb gezien in deze hele crisis, is dat op het terrein van mondkapjes, op het terrein van schorten, op het terrein van beademingsapparatuur, op het terrein van testen, toch een beetje elk land voor zich was in de afgelopen periode. En dat is wat mij betreft niet de beste route, wel een logische route, maar niet de beste route om dit soort problemen aan te pakken. En laten we wel zijn, we krijgen straks nog veel meer problemen die grensoverschrijdend zijn, zoals het klimaatprobleem en andere dingen. Het virus laat niet zijn paspoort zien aan de grens of die naar binnen mag, het klimaat en CO2 ook niet. Dus dat zijn grensoverschrijdende problemen die je met elkaar moet oplossen. Hebben we daar helemaal de lakmoesproef doorstaan dat we dat heel makkelijk kunnen in deze coronacrisis? Ik denk het nog niet helemaal en daar mogen we niet alleen maar trots op onszelf zijn als wereld. Daar kunnen we nog wel een heleboel lessen in leren, ook voor andere problematieken. Ja, maar als het speelveld dan toch zo is, dan is het wel belangrijk dat we als Nederland natuurlijk wel proberen een beetje vooraan te staan, lijkt mij. Ja, je moet natuurlijk nooit naïef zijn als andere landen dat doen. En als je ook verder zou willen samenwerken, en dat zou ik graag willen, dan is het altijd makkelijker als je in die samenwerking ook zelf iets te bieden hebt. Dan zegt, ik wil graag samenwerken en wat kunt u inbrengen? Ja, niks, maar ik vind dat we moeten samenwerken, maar ik heb zelf niks georganiseerd. Dan ben je niet de meest logische samenwerkingspartner voor heel veel anderen. Nee, dat snap ik. Nog één dingetje hierover. Ik denk dat u dat misschien meer als politiek ziet, maar u heeft daar misschien wel zelf over nagedacht. Om mij heen hoor ik best wel mensen die een beetje sceptisch zijn om zich te laten vaccineren. Omdat zij zeggen, ja, normaal gesproken is dat een test van 10 jaar. Je weet nooit wat er gebeurt met als je nu een vaccin inspuit in iemand, ik weet niet of het om spuiten gaat, hoe dat over 10 jaar is. Denkt u dat het verplicht gesteld gaat worden? Of bijvoorbeeld als ik naar het voetbalstadion ga, dat ik daar alleen naartoe mag als ik gevaccineerd ben, mocht dat vaccin er op een gegeven moment zijn? Ja, dat weet ik niet. Het is aan de minister en het kabinet. Maar tot nu toe hebben we vaak gezien dat we dit soort dingen niet verplicht stellen. En ook niet dat je daardoor de toegang tot andere dingen ontnomen wordt. Maar u heeft gelijk. We moeten natuurlijk er zeker van zijn dat de vaccins die we op de markt gaan brengen of toegelaten in Nederland, dat die veilig zijn. En daarom zeg ik ook, het kan zomaar iets langer duren. Omdat iedereen natuurlijk er zeker van wil zijn dat dit veilig is. Er zijn ook verschillende technologieën die gebruikt worden. De ene technologie is veel bekender en al wel vaker ingezet bij vaccins. En daar voel je dan ook iets safer bij. De andere technologie is minder vaak gebruikt en we hebben minder ervaring mee. Dus dat, denk ik, zal zeker ook nog een rol spelen.
Het is natuurlijk aan het kabinet en de minister hoe verplicht hij het wil stellen. Maar tot nu toe hebben we gezegd, er is altijd een eigen keuze. Je kan niet verplicht zomaar wat inspuiten bij mensen. Je hebt altijd nog de beschikking natuurlijk over je eigen lichaam. En het is ook moeilijk om je dan de toegang tot andere dingen te ontzeggen. Je kan het wel, als je ervan overtuigd bent als overheid dat je iets veiligs hebt dat goed is voor de volksgezondheid, het stimuleren. En dat doen we natuurlijk op allerlei terreinen bij vaccins op dit moment. Ja, dan wil ik het tot kort nog even hebben over uw studententijd, allebei. U heeft beide op de Erasmus Universiteit gestudeerd. En deze podcast wordt ook beluisterd door veel studenten. Onlangs bleek uit onderzoek van de Erasmus Universiteit dat veel studenten, die maken zich best wel zorgen eigenlijk op dit moment. Over hun kans op de arbeidsmarkt, nu met die financiële crisis die dreigt. Kunt u hun, meneer Smits, kunt u hun geruststellen? Moeten ze u daarin gelijk geven? Sowieso is het goed om je een beetje zorgen te maken. Want als je denkt dat er niet zijn, dan ben je misschien wat minder scherp en wat minder alert. Maar laat ik u een voorbeeld geven. 30% van de CEO's, zoals Factsidema, in Nederland, van de grotere bedrijven, heeft gestudeerd op de Erasmus Universiteit. Als ik daar overigens het Delft nog eens bij optel, zit je op bijna de helft. Nou ja, dat zou toch vertrouwen moeten geven bij de studenten, dat als men dit soort loopbanen ambieert, dat het best goed zal komen. Maar dat betekent wel dat je wel goed moet studeren en ook goede cijfers moet halen. Ik bedoel, voor wat hoort wat, dus dat natuurlijk wel. En als ik kijk naar hoe de banen die de jongelui bij ons krijgen, de jongens en meisjes, de studenten, dan is dat eigenlijk heel positief. En we zitten natuurlijk ook in het algemeen in studierichtingen waar de samenleving een behoefte aan heeft. Of het nou economie is, of het nou bedrijfskunde is, of het nou recht is, of het nou humanities is, enzovoort, enzovoort. Dus in die zin goed. Maar ik zeg ook altijd, als ik met studenten spreek, ja joh, studeer, doe wat je doet zo goed mogelijk. Daarnaast ontwikkel jezelf. Als je bezig bent aan het studeren, ja, dan een betere garantie is er niet om je niet al te veel zorgen te hoeven te maken voor een baan daarna. U heeft allebei een vergelijkbare route doorlopen tijdens uw studietijd. Of u heeft in ieder geval allebei eerst iets best wel specialistisch gedaan. U heeft in Utrecht gezeten en nu in Delft eerst. Waarna u allebei naar de Rotterdam School of Management kwam. Wat toen gewoon nog bedrijfskunde heette, denk ik zo. Dat was in de jaren 70-80. Is dat nog steeds iets wat u anno nu als een perfecte stap zou adviseren? Van doe eerst echt iets vakinhoudelijks om vervolgens een beetje de bedrijfskunde daar overheen als een toplaag te gooien? Nou, als ik mag beginnen dan. Ik heb het als een geweldige plus ervaren. Ik studeerde in Delft en ik moet zeggen, ik was spoorstudent. Mijn ouders hadden ook geen geld voor kamers enzovoort. Dus ijverig studeren, na 5 jaar klaar. Toen dacht ik, wat moet ik nu gaan doen? Ik moet eerlijk zeggen, ik had geen zin om in dienst te gaan. Ik had geen zin om een baan te nemen. Ik wilde gewoon verder studeren. En toen was die interfaculteit bedrijfskunde tussen Delft en Rotterdam. Trouwens, een prachtige constructie, vind ik nog steeds. Die was er en toen kon je na een test, werd je toegelaten. En een dieptestudie. Ik zeg zelf, in Delft heb je echt leren ontwerpen, systematisch denken. Op diep, echt. In de vakken. En dan krijg je bedrijfskunde en dan krijg je een verbreding. Echt een verbreding van recht, van psychologie, van economie, van statistiek, enzovoort, enzovoort. Ja, en ik blijf dat nog steeds een geweldig goede combinatie vinden om daarna gewoon te gaan werken. En ik heb telkens in mijn verschillende jobs, als het ware, daar de profijt van gekregen. Want soms werd je geconfronteerd met financiële vraagstukken, soms veel meer met vraagstukken die te maken hadden met bestuurlijke, politieke, maatschappelijke elementen. En ja, en als je dan dat in ieder geval in de kern hebt meegekregen en je vindt het leuk, ja, dan gaat het goed. Zo heb ik dat ervaren. Dus ik adviseer ook altijd als je studeert, als het kan en je studeert relatief snel, pak er zo'n studie bij. Dus Delftenaren, ga naar Rotterdam. En we werken nu ook trouwens veel samen met Delft. We zijn ook aan het nadenken of we Delftenaren de kans geven om in relatief korte tijd een tweede
studierichting erbij te pakken. Want dat is enorm verrijkend voor. Ja, ik deel heel wat Hans zegt. Ik heb eerst moleculaire en medische biologie gestudeerd in Utrecht. Vond ik zeldzaam fascinerend. Dat vind ik nog steeds. De essentie, de bouwstenen van het leven. En heb ik natuurlijk ook in de biotechnologie en dat mijn voordeel mee gedaan. Maar ik had hetzelfde nadat ik klaar was. Denk ik, ja, ga ik nu het onderzoek in? Toch niet helemaal. Ga ik het onderwijs in? Dat is ook dobel, maar toch ook niet helemaal. Ik wil het bedrijfsleven in. En toen was ik de laatste lichting van de interfaculteit in Delft en de eerste lichting in Rotterdam. Dus ik heb nog een half jaar in Delft gezeten. En toen verhuisden we naar Rotterdam. Dus de eerste officiële lichting van de RSM. En ja, ik heb daar de combinatie van die twee studies in die twee steden heb ik enorm veel van geprofiteerd. En precies wat Hans zegt, om dat een vakgebied te kennen en dan de bredere toepassing daarvan te begrijpen. En mensen vragen wel eens, wat heb je met name geleerd bij de RSM? En als ik het met name samenvat, is in één woordje, dat is waarom. En de RSM heeft me geleerd om niet alleen maar dingen aan te nemen. In de studie daarvoor heb ik ook heel veel dingen geleerd die ik gewoon aannam dat die zo waren. En bij de RSM heb ik heel erg veel geleerd om iedere keer door te vragen. Ja, maar waarom is dat dan zo? Ja, hierom. En waarom is dat dan een feit? Ja, hierom, hierom. En kan dat dan niet anders? En waarom is dat dan? En dat leren denken om daarin door te vragen en daarmee ook opties te creëren en routes te creëren, business te kunnen creëren, heeft mij ontzettend geholpen. Ik ben het ook eens met Hans. Hans zei, je moet je wel een beetje zorgen maken. Dat is goed om scherp te blijven. Eens. Maar ja, als je jong bent, zorgen maken. Nee, je moet er gewoon voor gaan. En als je een goede universiteit, en Erasmus is echt een topuniversiteit, hebt gezeten dan, en je hebt wat gedaan en je hebt een beetje goed gestudeerd en een beetje leuke cijfers, dan moet je toch een baan kunnen krijgen. Ik ben het ook heel erg eens wat Hans zegt, dat heb ik zelf ook gedaan. Probeer deze periode ook te gebruiken om jezelf te ontwikkelen, te ontplooien, uit te vinden wie je zelf bent. Waar zijn je eigen sterktes, zwaktes, hoe is je persoonlijkheid, je sociale vaardigheden. Dat hoort ook bij in zo'n periode. En die zal je daarna ook heel erg nodig hebben. Niet alleen voor het verkrijgen van een baan, maar ook om die goed te doen. Nou, met die opbeurende woorden sluiten wij af. Dank allebei voor dit fijne interview. Graag gedaan. En Feike, succes hè, met het vinden van. Sorry. Dank je, Hans. En jij heel veel succes met deze geweldige universiteit. Dank je.